geven van de vorige lessen. Praktica gaat goed? Ja? Wie zal bij lab 2? Ja, lab 2 al af. Zoals gebeloofd zouden we vandaag doorgaan met diodecircuits, maar dan voor de gelijkrichters, de rectifiers. Daar wil ik vandaag mee doorgaan. Wat er genoemd, twee soorten gelijkrichters kunnen hebben. Dat is de ene is, we hebben hier op de rectifier, eentje is de center tap. Daar wil ik vandaag mee beginnen. En als we tijd over hebben, full bridge, de center tap. En ik wil daarna die vergelijking maken tussen center tap en de full bridge. Oké. Nou, wat is center tap? Nou, stel je hebt je AC-signaal hier. Dat gewoon PP noemen en als functie van tijdverandering, een AC-signaal. En het is een transformator. Aan de primaire kant hang je dat aan. Aan de secundaire kant heb je ook natuurlijk je spoel, maar dat is center tap zoals de naam zegt. Dat is in principe in het midden, ergens in het midden, heb je dus je ground connectie gemaakt. Dat is de center tap. Ja, en hier heb je je diode. En daar ook. Die komen samen bij elkaar en gaan samen naar een belasting. Ja, laten we dat RL noemen van een load. Ja, deze geef ik even naam D2 en boven geef ik naam even D1. Dus dit is hoe het eruit ziet en hier is zeg maar je uitgangssignaal. Nou, laten we hier samen naar kijken van hoe gaat dit dan eruit zien. Dus de uitgangssignaal. Want wat hier inkomt, dat is gewoon natuurlijk je bijspreken vanuit het stopcontact. En hier creëer jij dus twee secundaire spanningen, VS en VS. Ja. Nou, die zijn bij wijze van spreken even groot, maar die zijn op deze manier aangegeven. En hier is je hoogdracht van je. Van je transformator, bij spreken. Dus dit is eigenlijk hoe het eruit ziet. Dan gaan we kijken samen van nou, hoe gaat het dan de signaal eruit zien. Dus dat vorige keer eigenlijk getekend. De uitgangssignaal en de ingangssignaal. De tijd. Dus de tijd is. Dit is de spanning. Volts. En ik kan nu bijvoorbeeld. Even kijken, doe ik even met zwart. Teken ik bijvoorbeeld deze signaal, deze doe ik met rood, moet ik ook met rood heb aangegeven. Iets meer naar beneden. Ja, dus dan heb ik rode signaal, dat is dus mijn PS. Je krijgt sinusvormig erin, sinusvormig tot daar, eruit. En dan wat? Dus dit is op een hoogte van. Max. Dat is de amplitude van je VS-signaal. Dit is dan een VS-min. Die ook doorskippelen naar beneden. Min VS. Max, mag je ook zeggen. En nou is de vraag, hoe ziet dan de uitgangsspanning eruit? Wie weet dat, kan iemand mij daarbij helpen? En dioden zijn niet ideaal, dus die hebben een, laten we zeggen, een VD-on. Wij hebben afgesproken van 0,7 volt. Ja, dat hebben ze gewoon altijd. Hoe ging het ook? Ik denk dat 3D. Het was misschien een rechte lijn. Boven, positief. Het blijft constant positief misschien. Waarom rechte lijn? Hierom? Ja, boven. Ja. Misschien een rechte lijn zo? Ja, misschien met een beetje sinusvormige. Fluctueert een beetje. Ja, ik ga niet daarin tekenen, doe je zoiets. Zo? Ja, zoiets. Dit krijg je aan de uitgang. Dat denk ik wel. Van die
Je krijgt nog steeds top, denk ik, Danny, toch? Want dit is nog te vroeg, denk ik. In weerstand alleen met deze configuratie, dit zou wel fantastisch zijn, hoor. Dit is al een heel behoorlijke verbetering met zo'n weerstand. Zeg maar, dit krijgen we denk ik niet. Ja? Nou, dat krijgen we zeker niet in deze configuratie. Wat we wel krijgen is wat we vorige keer hebben gezien. Ja? Dus eigenlijk, wat jij denk ik wil tekenen, want ik weet niet of je dat bedoelt, maar je wilt een niveau tekenen waarbij de diode begint te glijden. Ja. Dat is wel zo, maar dat is niet wat de uitgangsspanning is. Dat is alleen maar wanneer de diode begint te glijden. En dan begint zeg maar stroomt erover hier doorheen. Nou, wanneer begint de tijd te glijden? Wanneer VS, minimaal 0,7 volt is en dan verder omhoog. Hè? Dus dat betekent eigenlijk als je nou hier dus 0,7 volt zegt, ik zeg maar wat hier. Ja, dit is 0, dat is VDON. En daar zeg maar bij wijze van spreken stippellijn trekt horizontaal. Dan begint het zaken natuurlijk hier te glijden. En hier niet weer niet. Et cetera. Zo? Maar wat is hier anders dan de vorige keer? Want vorige keer hadden we spanningsbron, AC, diode, weerstand en dan weer zeg maar klaar. Dus eigenlijk had ik het vorige keer deed. Ik zet hem even ernaast. Dus ik had dit. Gewoon AC's, bronnetje, diode. En toen had ik gewoon een weerstandje. Ground, ground. Nou, dit is gewoon zeg maar, laten we dat ook een VP noemen. En dat is de RL. En toen hadden we iets getekend hier. Wat zie je nou een cruciaal verschil tussen deze twee? Je hebt twee wisselspanningen met twee diodes. Ja, precies. Serie en dus twee parallel. Precies. Dus in principe wat we vorige keer hadden hier als functie van tijd. Ja, ik teken nu alleen maar de uitgangssignaal. Dat doe ik even met blauw. Ik had vorige keer dit. Met een hele poosje niks. En dan weer. Dus dat was eigenlijk minder dan 50% efficiëntie. Dit had ik vorige keer. Ja? En met de condensator was het dan weer dat het dan weer even vulde. Maar dan weer langzaam ging ontladen en dan begint het te vullen. En dat was die ripple verhaal waar we vorige keer over hadden. Maar dit is anders. Want kijk maar, wat er gebeurd is. Als dit nou positief is, dan gaat het glijden. Dus dan krijg je eigenlijk, teken er even voor met zwart. Wat krijgen we dan? Dan begint dit te glijden. Tot waar? Minder dan deze, hè? 0, voor, dit min 0,7, dat betekent eigenlijk gewoon daar, en dan komt hij gewoon hier. En dan begint hij weer te dalen. Ja, dus dit stukje is 0,7 volt lager dan deze, dus ik kan het zeggen VS max min VDON, wat het ook is. Dus dit keer 0,7. Maar moet ik dan zeggen, ga door zo en dan weer de volgende cyclus? Dan heb ik eigenlijk hetzelfde verhaal, dan heb ik eigenlijk heel helemaal niks. Niks op. Ja, zeg dus. Maar continu een beeld en heel kort niet en dan weer een beeld. Weer een beeld dus. Jij zegt gewoon even weer een poosje niks en weer een beeld. Ja. Dus deze negatieve geeft toch een positieve beeld. Bizar of niet? Of snapt iedereen dat? Ja. Want logisch, want dit gaat draaien, dan gaat die polariteit hier ook draaien. Dan gaat die diode zo glijden, maar de stroom door die RL is nog steeds in de goede richting. Laat ik zo zeggen. Weer van boven naar beneden. Dat is juist mooi. Dus in principe krijg je weer als ik het doortrek. Op deze niveau blijf ik. Dan heb ik dit. Dan heb ik nu, bij wijze van spreken, full wave. Want ik heb nu niet de halve wave, maar de full. Twee delen van mijn signaal, bij wijze van spreken, omgeklapt. En als ik dit weer door een filter heen jas, heb ik eigenlijk de condensator eerder opnieuw begint op te laden. Dus de ripple zal hier twee keer kleiner zijn, heel grof gezegd. Dat kun je in het boek lezen, die afleiding zal ik niet geven. Als ik tijd heb, ga ik dat doen, maar dat is eigenlijk meer een beetje voor jezelf. Als je het gewoon netjes leest in het boek, kom je er makkelijk zelf ook uit. Dus als we dit hebben, hier is de rippel twee keer groter, grof gezegd, dan hier. Ja, de rippel dus. En wat is dit anders dan een full bridge, zeg maar, ja? Goeie, daar gaan we over hebben, zeker. Heel goede vraag. Laten we even kijken naar de... Naar het toppunt hier, dat doe ik even met blauw. Dit punt is VS max min VDON. Het verschil tussen dit punt en de negatieve signaal hier. Wat is de spanning hier? Hoe groot is deze spanning? Dus wat is deze grootte? 2 keer VMAX min VDON.
Perfect. Perfect, want het helemaal is 2 keer Vmax. Min 1 diode. Dus dat betekent eigenlijk, dit is dan 2 keer Vs max min Vdion. Waar staat deze spanning overheen eigenlijk dan? Dat is een goede vraag, meneer. Wat was je naam? Dylan. Dylan, ja, Dylan. Dus Dylan vraagt van, nou, wat is nou eigenlijk hier de nut ervan als wij zometeen dat met bridge, full bridge, of bridge rectify gaan vergelijken? Nou, deze spanning, wat jij hier ziet, dat staat nu over één van die diodes. Maar dan in sper. En we hadden erover gehad, nou, sperspanning, ja, oké, mag wel, maar tot een bepaalde niveau in de spanning. Dus dan kun je zeggen, en hier ook, hè, dat geldt ook hier eigenlijk. In de positieve richting geldt ook, in de richting, maar laten we hier kijken. Wat, over welke diode staat nou deze spanning? Van 2 keer Vs max, deze, 2 keer Vs max, min. Misschien moet iemand anders een vraag zeggen. Fantastisch hoor. Weet iemand hier? Over D1. Over D1 zeg, want dit staat in geleiding, dat betekent deze. Geeft ons deze spanning over zijn kiezers bij spreken, maar dan is sper. Dit betekent ook wel, in het boek wordt het gezegd als peak inverse voltage. Dus de maximale inverse spanning, oftewel de sperspanning. Ja, dat is bij ons nu, in het geval, 2 keer Vs max min Vdion. Stel je hebt een diode gekocht, of opgezocht, heeft een maximale sperspanning van 80 volt. Ja, en jouw piekspanning hier, oftewel de amplitude, is, laten we zeggen, 30. Ja? Dan heb je al 60 hier, min dit is, laten we zeggen, nog steeds 60. Even heel grof gezegd. Dus dat kan nog net. Nou, dat kan nog wel. Niet net, maar dat kan wel. Maar als jij net 60 koopt, weet je wel, dan zeg je, nou, nu kom eens even verschillen. Dat red ik wel, mijn diode. Dat is een beetje gevaarlijk. Dus je moet wel een beetje speling hebben in je sperspanning. Dus ik zou toch voor, ja, 100, 20, 30 volt extra gaan. Je weet maar nooit. Want bij inschakelen van deze dingen krijg je ook heel hoge stromen. Dat kan bijvoorbeeld een probleem geven. Ja, het is een inschakelvergelijking, daar let ik niet vaak op hier in deze lessen. Maar dat speelt ook een heel groot rol. Dus let daarop. Dus ik zou altijd een beetje anderhalf keer groter nemen dan, ja, dan je kan. Dan je moet. Dus dit is eigenlijk het belangrijke. En ook gelijk denk ik de antwoord op jouw vraag. En zometeen gaan we het vergelijken met een full bridge. Of een bridge, zeg maar. Die zet ik gelijk hiernaast. Of misschien daarna. Kunnen we gelijk kijken wat er gebeurt. Dus het voordeel hiervan is, ik heb maar één spanningsverlies, één diode spanningverlies over de op mijn uitgang. Ja? Bij de full bridge gaan we het anders zien. De full bridge heb je een voordeel en weer een nadeel, dus het is iets geven en nemen. Laten we naar full wave, voor de full bridge kijken. Dus deze even weg. Dit kan wel weg, denk ik. Dit is allemaal van vorige keer. Dit is de centercut. En zo hiernaast de full wave, de full bridge doen. Bridge rectifier. Lijkt dat hier ook een verschijnt. Rectifier, dan wordt het tenminste een beetje duidelijk. Nou, weer dezelfde configuratie, dus we hebben weer een primaire spanning. Primaire spoelkant dus. Transformator. Nu hebben we geen center tap, dus het is gewoon puur een secundaire kant. Dus we hebben gewoon dit. En dan komt hij, want dit is natuurlijk de secundaire kant. En hier staat de NP en hier staat de NS. Ik moet hier nog wel even duidelijk opschrijven of tekenen hoe dat eruit ziet. Dit is natuurlijk bij energietechniek denk ik uitgelegd. Is het uitgelegd? Is dit is getekend? Okay. En dit betekent hoe het tegen waar georiënteerd is. Als dit het omgekeerde, dan betekent dat de polariteit hier staat. Die kant op. Maar daar gaan we niet over hebben, dus gewoon even voor de volledigheid. Als je dit later leest, of later bekijkt, denk je van nou, kom, wat is dat nou voor een ding? Dat snap je dan, denk ik, beter. Als ik er niet bij zet, dan is het een beetje onduidelijk waar ze die stippen. Waar staan de stippen?
Je ziet stippen staan, maar ik ga daar verder nog niet over vertellen. Ja, dat komt er nog. Oké, dus ik ga weer een belasting eraan hangen. Helemaal hier bij wijze van spreken, maar dan moet iets ertussen. Ja, en hij moet weer. Full weight betekent eigenlijk weer twee kanten. Kanten, bij wijze van spreken. Niet één kant, maar twee kanten. Ja, en bridge. Dit heeft te maken met zo'n brugachtig verhaal. Dus dat teken ik even voor jullie. Hoe ziet dat eruit? Ik heb hem wel een beetje klein getekend. Dat is een beetje jammer. Maar dat kan ik wel een beetje naar beneden halen. Dus hier komt mijn secundaire spanning. VS. Weer als functie van tijd. Dus hier heb ik... aangesloten en dit is op de ground aangesloten en hier zit jouw belasting. Ja, dus een aantal diodes, dat ga ik even nummeren, D1, D1, dit noem ik D2, dit noem ik D3, dit noem ik D3. Oké, ja, dus weer onze uitgang is dit. Onze uitgang is weer dit. Als we nou weer dat verhaal gaan tekenen, wat krijgen we dan? Nou, weer terug naar blauw, dan nog een beetje in de vorm. Ja, dus tijd, spanning, voltage. Nou, de VS, die komt naar binnen, dat heb ik met rood gedaan. Dat heb ik ook met rood. VS komt naar binnen, sinusvormig. En dan komt de V-out, die gaan we tekenen. Hoe gaat het eruit zien? Nou, eerste positieve cyclus. Als deze positief is, is deze positief. Okay. Welke diodes gaan glijden? Nou, de stroom loopt hier doorheen, dus deze gaat sperren. Dus D3 gaat sperren. D1 gaat wel doorlaten, dus hier loopt de stroom. Die rode, die loopt zo. Loop zo en toe. Dan moet hij natuurlijk naar ground en hij moet weer terug. Dus dan moet hij weer eigenlijk via die ground door de D2 naar het eindpunt, zeg maar, van de VS. Dus wat ik eigenlijk doe is dit. Ik teken even met rood. De stroom loopt zo dus nu. Ja, hier. En dan loopt hij zo om de diode. Dan maak ik eigenlijk zo'n cyclus. Duidelijk wat hier staat. Dus ik begin hier, stroom, door D1, door mijn weerstand, belasting, RL, ground. Maar ground hangt hier, dat betekent dus deze verbinding is deze verbinding, dus dan gaat hij weer hier doorheen, D2, die gaat geleiden, gaat door de onderkant van mijn VS en weer kan de cyclus weer beginnen. Dat is eigenlijk wat hier staat. Okay. Nou, dat is dan eigenlijk voor het eerste deel. Maar wat zie ik vergeleken met de setup tijd. Ik zie twee diodespanningen die ik verlies. Nou, dat is een beetje vervelend, want dat is eigenlijk meer dan de vorige keer. Dus ik verlies 1,4 volt nu en niet 0,7 volt. Dus mijn uitgangssignaal, mijn uitgangsspanning, dit was op VS max. Dus ik krijg nu hier, weer begin ik na een poosje. En dan dit is nu niet meer VS max min VDO, maar VS max min 2 keer VDO. En dat is een beetje minder, laat ik zo zeggen. Minder. Veel beter. Wat is hier dan een voordeel van? Je kan wel zeggen, ja, dat zou pas wel een voordeel zijn, maar we hebben iets weggegeven. We moeten iets terugkrijgen.
spanning is toch maar nu nog maar één keer VS. Dus je, maar die D3 die gaat over D3 en D4 staat allebei maar één keer de topspanning. Even kijken hoor. De stresspanning is maar één keer VS. Dus de peak invest voltage is maar één keer VS. Ja, dat zou ik zeggen. Wie is daarmee eens? Wie zegt van nou natuurlijk? Niet te spellen, want het loopt door een andere diode heen. Ja, maar hij is dan aan het spellen toch? Als hij niet loopt, dan spelt hij in principe, want anders zou hij lopen. Dat laat ik zo zeggen. Dus de gooide sperspanning is gewoon steeds 2 keer VS max, alleen dan heb je nu ook de min 2 keer de VDO. Dus het is nog iets kleiner. Iets kleiner. Dus jij zegt van nou oké, als ik dit meet. Daar had jij het over. Wat is dit? Dit is dan? 2 keer VDO. 2 keer VDO. Meer? 2 keer VDO. Dat is het enige dat we dan eigenlijk zo'n 0,7 erbij hebben gekregen. Want het is eigenlijk 0,7 erbij, hè? Peak invest van. Klopt dit? Of we zien iets over het hoofd. Je hebt meer wachttijd? Ja, want hij moet nu de 1,4 volt bereiken voordat hij die piek gaat beginnen, ja. Ja, dat klopt. Dat is waar. Dat is waar. Dat is sowieso. En toen? Verder? Maar ik heb over deze probleem kennen we. En deze probleem snap ik ook, want hij begint later te glijden dan hij. Dat klopt. Dat betekent ook dat dan de efficiëntie is ook lager. Maar ik had ook nog over het probleem met de peak invest spanning. Wat is daar dan mee? Wat is daar dan allemaal? Zeggen van nou, dat is de. Nou, die onderste die wordt eigenlijk omhoog geklapt door je diode, highly ground, waardoor je dus eigenlijk alleen 2 keer VD on mist. Ja, dus deze wordt omgeklapt. Precies. Ja. Dat is dus eigenlijk, weet je, anders hier dan daar. Dus je hebt gelijk, Willem, dus deze rode, die krijgen we hier, maar we krijgen dus hier eigenlijk niet. 2 keer, maar 1 keer VS max. 1 keer. Dus het is eigenlijk een voordeel vergeleken met dit. Want VS max op zijn beurt is groot. Laten we zeggen 10 volt, 20 volt, 30 volt AC. Als ik daar 1 deel ervan af kan nemen, dat is wel een grote verandering. Als ik hier zeg maar een kleine beetje erbij heb, dat is niet echt een verbetering zeg maar. Dus hier is de peak invest spanning. Dat schrijf ik even ook even met blauw. Peak invest spanning. Dus gelijk aan VS max. Okay. Ja? Goed, even kijken of ik iets heb gemist wat ik niet heb. Ik denk iets niet helemaal opgeschreven. Wat is deze 2? Deze 2 ook? Ja, ik wil 2 maar een ander laat door. Ja, dus dit is eigenlijk maar eentje. Oké. Okay. Goed, dus één voordeel hier is, ik heb maar 1 diode omslag, zeg maar. Oftewel, ik heb 1 spanning die ik verlies. Hier verlies ik er 2. Maar het voordeel daarvan is, ik heb dit. Dus dan kan ik eigenlijk een wat goedkopere diode of veel betere sperspanning gebruiken. Of veel grotere sperspanning. Okay. Goed, laten we even kijken naar een voorbeeld. Misschien helpt dat. Met dit. Kan het weg? Ja? Okay, hoe komt hij op 1 maal 4 on dan? Bij die tweede. Dus 4S max min 4 on. Kom ik hier op? Ja, waarom eentje maar. Één maar. Eentje maar. Ja. Nou, wat heb je gezegd? Wat betekent peak invest spanning? De sperspanning van één diode, of een diode, laten we zo zeggen. Maar welke diode is dat? Dat is daar zo'n diode 1, toch? Ja, bij deze was het diode 1, oké. Okay. Ja. Bij deze dan? Daar zit
geen diode in sterrenlicht. Er zijn twee wel, maar die andere laat wel door. Ja, maar één diode is pech. Ja. Het klinkt een beetje raar, want je denkt van nou, ik ga toch door twee diodes, dan moet ik ook twee diodes toch zeg maar sper hebben. Zou je denken, toch? Ja. Maar als je kijkt op dit punt, dan sper je op dit punt, stel dat deze negatief is, toch? Maar één diode die je verliest. Eén diode. Is het duidelijker? Kijk, als dit zeg maar op zijn kop staat, die VS staat, klik, op zijn kop, ja? Dan staat hier op deze punt, want dat is ineens sowieso een excuus. Dit is toch gewoon plus en min? Dat is wat beter, gewoon zo, niet veranderen. Wat staat hier? VS, toch? Ja. En op deze punt de ground. Toch? Nou, dat betekent toch, wat staat dan hier over deze diode? Wat voor spanning staat hier over deze diode? 0,7 nog steeds? Nee, dan zou die glijden. Nee. Dan zou die glijden. Ster is. Ja, dat is. Toch? Of niet? Kijk maar hier. Vandaar. Zo, hoeveel spanning heb ik? We maken gewoon een loopje. Hoeveel spanning heb ik dan? Ik ga het ook met groen aangeven. Ja, hetzelfde spanning. Misschien helpt dat. Gelijk af VS misschien. Ik ga stippelen, kijk. Volg maar even Danny. Wat staat nou over D3? D3, VS zelf. VS, maar dan 1D2 eruit, toch? Ja. Dan komt toch dit uit. Okay. Duidelijker nu, of? Ja, als ik nou gewoon naar dit kijk, en ik zeg gewoon nu VD2, of VD3. Ik doe het even met een andere kleur, want de camera is niet te zien. Dus VD3. Goeie vraag hoor, Lenny. Volgens mij wist de rest dat ook, denk ik niet, maar jij bent dapper genoeg om het te vragen. Dus de meeste van ons denk ik. VD3. Dat is VS gewoon, maar dan piek, laten we zeggen, dat is het ergste geval. Maar dan, ik heb hier een diodeomslag, die glijdt wel, en daar heb ik geen probleem mee, dus. Dat is dan die VD om. Dan moet de boom gaat zo. Nee? Ja? Ja. Oké, we gaan even kijken naar een voorbeeldje denken. Misschien helpt dat. En dan gaan we een vergelijking maken tussen deze twee. Wat je ook bijvoorbeeld moet ontwerpen, dat is in het project in het tweede jaar. Dan moet je een voeding ontwerpen voor je project. En heb je natuurlijk een keuze uit dit of dat, of een heel andere ingewikkeldere configuratie. Maar dan moet je ook natuurlijk je spoelwikkelingen gaan kiezen. En dat is ook de keuze hier die je moet maken. En dat ga ik nu met een voorbeeld laten zien. Dus die spoelwikkelingen die komen ook hier terug in een voorbeeld wat ik ga voordoen. Maar dat zal je op het toets niet zo zien. Maar het is meer voor de volledigheid. Maar voor in het echt wil je het wel natuurlijk doen. Oké, we gaan even een vergelijking maken tussen de center en de internet. Bridge. En spoel. Like the dryer. Sorry? Ik heb begrepen. Exercise. Voor jullie. Ontwerp. Nou, de VDO
stroompjes mag je aannemen weer 0,7. Die zijn gewoon allemaal hetzelfde. Wat ik ook wil hebben is dat de peak inverse voltage wil ik ook weten. Die wil ik ook weten. Dus wij gaan het voor 2 doen. Dus ontwerp dit voor 2 centertap. Gaan we gewoon zien wat er gebeurt. Dus in principe krijgen we hier een signaal. 120 volt RMS. Daar hebben ze geen piek, hè? Dat is iets anders. Daarom heb ik expres gedaan, RMS. En 60 Hz signaal. Dus we krijgen hier bij de center tap, dat we daarmee beginnen. Center tap. Dus hier. Krijg je dat ingangssignaal, VP, de primaire kant. En wat is VP? Ja, als ik een RMS schrijf is het dit, maar als ik een piek schrijf is het 120 keer wortel 2. Ja. En dan sinus van 2π60t. Dit is gewoon mijn signaal. Zo kan ik hem ook eigenlijk zeggen. En niet dit. Dan moet je ook zelf bedenken van, hey, ik haal dit. Uit dit haal ik dit. Dus ik kan ook wiskundig dit aan je geven. Want dit is de amplitude. Dit is de amplitude. Amplitude. En hier is die frequentie, maar de radiale frequentie. Radiale frequentie, dat is dus in rad per seconde. Wat betekent de radiale frequentie? Omega. Wat is omega? 2πf. Wat is f? 60. Dus krijg je 2π keer 60. Ja? Oké, dat is de center tap. Dan beginnen we daarmee. Dus hier komt dan mijn secundaire kant. Maar de secundaire kant, de diodes. Hier diode. En hier is je. Ik heb wat verder. Ground kant. En dan komt hier. Je zou dat zo kunnen ontwerpen. En dan hier de RL. En hier de V-out. Maar V-out is dus 9 volt wat we moeten hebben. Dus ik krijg hier 9 volt DC. Dat is gewoon wat we hopen. En wat we willen. Dus dit is D1. Dit is D2. Oké? Dit is de VS max, of sorry, VS, ik spoel VS als functie van tijd. Dit is ook een VS als functie van tijd. Hier is de primaire wikkeling, hier is de secundaire wikkeling. Daar heb ik er 2 van, zoals je kan zien. Eentje boven en eentje beneden. Ik wil zometeen deze verhouding weten en B gulden en S, of S gulden en B, wat je wilt. En ik wil weten, kijken, wat de peak inverse spanning is. Deze 2 wil ik weten. Dus waar beginnen we eerst mee? Wat is dan de eerste stap voor dit? Wat zouden we kunnen doen? Dus nogmaals, ik moet dit weten, peak inverse spanning. En ik moet weten wat de MP door de NS of NS door de MP maakt niet uit. In ieder geval, ik moet die weten. Deze 2. Want dan kan ik ontwerpen, dan kan ik zeggen, hey, ik heb jongens dit nodig, laten we zeggen 60. Dat betekent, nou zoek het uit. 60 hebben. En die keer even dit. Zoek de diodes uit. Ik heb heel grof gezegd, klaar. Oké, dat gaan we doen. De NS gedeeld door MP is gelijk aan 9,7 gedeeld door 120. Wat hoort het? Gewoon deze. Ja, ja, ik zie heel goed dat jij zegt als VS max. Laat die eerst uitrekenen, want jij bent al naar 9,7 gegaan. Dan een stapje verder. Dat is goed hoor. Jij zegt eigenlijk, het is gelijk aan de diodespanning die ik heb, plus de uitgangsspanning die ik nodig heb.
Kijk, want als hij hier 9 volt geeft, dan heb ik hier 8,3, maar dat is te weinig. Dus ik moet hier juist meer doen om dan toch die 9 volt daaruit te krijgen. Wat is dat dan? Wat jij zegt, 9,7. Dus hoe reken je dat uit? 0,7 hier plus 9 is 9,7. Dus daar begin je eigenlijk mee. Dan weet je eigenlijk je secundaire spanning. Primaire spanning was al gegeven, maar dit is piek, hè? Toch? Dat betekent, dit moet ook piek zijn, maar dat heb ik al eigenlijk voor hier gedaan. Dus in principe komt die. Dan kun je zeggen NS of MP. MP is groter, maar we laten dat NS doen, want ik heb net denk ik NS gedaan eerst. En MP, dat is gelijk aan. VS delen door VP in piek. Dit is dan amplitude dus. Dus de hoogte staat is dan amplitude. Ja, maar wat is VS dan? Nou, dat hebben we net uitgerekend, 9,7. En die andere is 120 volt 2. Nou, dan komt hier iets uit, ik weet niet wat ik heb uitgerekend. Ik heb dan andersom gedaan, dus hier staat tot 17,5. 17,5? Ja, klopt. Dus 1,17,5. Maar goed. Ja, of beter. MP staat op een RC. Ja, dat is dan 17,5. Mooi. Ja. Ja? Ik heb dus 17,5. Wat betekent dat eigenlijk dit dan? Betekent nou gewoon een wikkeling en dan 17,5 keer kleiner dan hier en dan klaar? Of zeggen we hier moeten we 17,5 keer kleiner hebben en hier ook 17,5 keer kleiner? Beide. Ja, dus beide. Je moet eigenlijk dus een transformator regelen die niet gewoon in één wikkeling heeft, maar gewoon echt deze configuratie. Dat is wel belangrijk. Nou, de peak invest spanning, daar hebben we net over gehad. Maar als je dat niet, je hoeft dat niet onthouden, je moet eigenlijk begrijpen wat dat peak invest spanning dat is. Dus wat is de peak invest spanning hier? Dus wat is dan de spanning, sperspanning die over deze diode, of over deze diode, mag je ook zeggen. Wat zeg je? Is thema VP min VD on. VP? Nee, VP is hier. VP is niet hier. Ja, 2 keer VS. 2 keer VS. Goed man, kijk maar. Wie kijkt naar deze twee klemmen? Wat ziet hij over zijn klemmen in een spervorm? Als deze allemaal omgeslagen is, dus deze negatief is, staat hier negatief positief, staat 2 keer VS. Maar 1 diode, die heb ik al verloren, dus dat betekent eigenlijk min 1 diode. Dat betekent dus hier 2 keer VS max. Min VDON. Dus wat krijg ik dan? 2 keer 9,7. Min 0,7. Dus hier staat eigenlijk dan 18,7. Wat zeg je? 18,7. 18,7. Jij moet dan nog op het zeggen. 18,7 volt. Oké. Nou, een full bridge. Nou, heel tekening daarvan is denk ik niet nodig. Dat is gewoon hetzelfde verhaal als net. Laten we gelijk kijken van wat is nou de NS gedeeld door MP of MP door NS. Dat is misschien makkelijker. Wat is daar de VS max? Dus dit is nou de bridge. Dan gaan we naar de bridge. Dus we hebben nu de standard app. Wat dan? Nu gaan we naar de bridge. Hoeveel is dat? VS max. Nou, omdat ik natuurlijk 6 of 9 volt hier nodig heb, heb ik hier. Hier kan misschien wel plus 2 maal. Bij jou plus 2 keer de VDON, precies. Dat wil je zeggen, op dingen? Ja. Dat wil je zeggen, heel goed. Dus 9 plus 2 keer 0,7. Dat is 10,4. Oké. Okay. Mooi. En een peak invest spanning dan? Ja, maar. VS max met 1 maal 1. Ja. 1 maal 1, oftewel gewoon VDON. Oftewel, VS max is 10,4. Min 0,7 is. Nou, dat is wel een behoorlijke verbetering, toch? Bijna 2 keer kleiner, of misschien wel meer dan 2 keer kleiner.
Oké, nog die spoelverhouding. MP gelder NS, misschien beter dan NS gelder MP. 1 staat voor 16,3. Wat zeg je? 1 staat voor 16,3. 16,3? 16,3. Dus dit is eigenlijk dan wortel van 2 keer 120, delen door 10,4 en 16,3. Dus ik heb het eigenlijk ontworpen, zo, op deze manier. Het is een hele simpel ontwerp, want ik vraag helemaal niks over rippel. Ik vraag helemaal niks over hoeveel stroom hier doorheen moet gaan. Ik vraag helemaal niks over hoeveel de belasting mag zijn, etc. Dat soort dingen heb ik allemaal niet gevraagd. Het is een hele basic, super simpele opgave. Om een beetje in te komen van, nou, hoe reken je eigenlijk nou eigenlijk uit? Dus ik kan hem heel uitgebreid maken in de zin van, water hier, ik wil een maximale rippel dit hebben en een maximale stroom moet dat zijn, etcetera, etcetera. Ja, dat gaan we ook wel doen. Laten we even naar kijken. We gaan het even uitbreiden met een met de condensator. En dan wil ik even kijken naar de full bridge. Ja. En dan wil ik het uitbreiden met de condensator en dan ga ik iets zeggen over de maximaal vermogen die nodig is. En drippel. Even kijken of dat dan. Ja, misschien. Dit kan weg. Iedereen heeft het begrepen. Geen vragen hierover. Iedereen snapt het. Nou, we gaan nu even niveau 2 of 3 omhoog. Vergeleken met deze haven. Ik wil even dat jullie daar even over nadenken. Ik teken het circuit. En ik wil het volgende onderwerp. Dus hier heb ik. Laten we zeggen dat dit de secundaire kant al is. Dus ik ga niet de transformator tekenen. Dus ik krijg hier gelijk mijn secundaire kant. Dit is mijn secundaire kant. Dit is VS. Als functie van tijd. En nou ga ik hem gelijk aansluiten op mijn brug. De bridge. Ja, hoe ziet dat eruit dan? Het is wel weer zo lastig af en toe dat tekenen van dat. Oké. En hier is de ground. En hier is mijn belasting. Helaas hebben we een condensator erbij, maar ik weet niet wat het helaas is, maar dat hebben we gewoon. Dat heb ik even CL genoemd en dan heb ik hier uitgang. Ja, dan heb ik hier uitgang. Wat wil ik? Ik wil een ontwerp dit. Ja. Ontwerp dit circuit. Zodat gemiddeld 2 watt bij 3,6 volt aan de uitgang wordt geleverd. Ik zie dan nog een beetje meer specificaties. Die andere opgave was gewoon heel simpel, dan was alles fantastisch. Hier niet. Ja? En de maximale rippel, dus rippel of rimpel, mag maximaal 0,2 volt zijn. Dit is piek-piek trouwens. Piek-piek. Dat betekent dus van top naar, of van mars naar min, dus piek-to-piek. Piek-to-piek. Nou, in het boek heb je een formule voor rippelberekening. Ga ik het hier opschrijven, dat hoef je niet uit je hoofd te weten. Als ik dat op de toets ga vragen, dan zal ik dat zeker geven. Dus de ripple is gelijk aan de IL delen door 2 keer de CL keer de frequentie die erin hebt gedaan. En de frequentie die wij erin hebben gedaan, dat gaan we ook even erin stoppen. Dat is gelijk aan 60 Hz. We hebben hier weer een signaal met een frequentie van 60 Hz. Even kijken of ik alles heb gegeven. Hier kunnen we verder. Dus wat wil ik? De belasting
Die heb je niet, maar daar hoef je niet zorgen over te maken. Die maken eigenlijk zorgen om de condensators. In eerste instantie. Natuurlijk is het in het echt ook dat belasting een probleem. Als ik daar één om heb, heb ik weer een probleem. Dat heeft zeker wel effect. Ja. Maar ik wil er natuurlijk voor zorgen dat het 2 watt en 3,6 volt geleverd wordt. En met een ripple, maximaal ripple van 0,2 volt. Peak to peak. Dus eigenlijk is de vraag, breken de condensator? Dan kan ik dat vragen. Breken CL. Houd ik dat zo. Met deze formule moet je dat, ja, denk ik wel doen. Dus denk erover na. 3 minuutjes is meer dan zat. Is 2
Die hebben we nog niet gegeven. 2, C, L. IL, nee, niet 2, maar IL. IL is het dan. IL. F Indios 60 hertz. IL, of, IL kunnen we berekenen met de familie P is V I. Dus 2 watt. 3,6 volt maal de I. Daaruit volgt dat de I. Dus 3,56. Ja. Per. 5, 6, 2, 7, 11, 60. En als je dit uitwerkt, dan komt daar een waarde uit van 0,02333 farad. Is 2 of ongeveer 23 millifarad. Behoorlijk groot. Sorry? Behoorlijk groot. Behoorlijk groot, ja, inderdaad. Dankjewel, Ruim. Super. Je snapt het niet, zijn er onduidelijkheden hierover? Wat zeg je? Het zijn maar een beetje veel. Ja, het is een beetje veel. Het is een beetje veel, ja. Dus als je zegt van nou, ik vind het te veel, dan moet je een van deze criteria aanpassen. Wat zou je wat kunnen aanpassen om zeg maar, die condensator wat kleiner te maken? Want de rip is 0,2 en een watt is zoveel en de spanning is zoveel. Je kan zeggen ja, even een formule bekeken, dit omgebouwd, staat de CL is gelijk aan IL. Delen door, 2 keer ripple, keer Vin. Ja, je kan zeggen, als ik dit klein wil maken, moeten de getallen hieronder, oftewel dingen hieronder, moeten groot zijn. Ja, 2 kan niet veranderen, dat is gewoon 2, die is gewoon vast. Frequentie, daar kan ik ook wat veel aan doen. Dus het enige wat ik kan doen is de ripple. Of dit heel groot maken, of een klein maken, pardon. De loodspanning van de stroom. Dus ik kan zeggen, nou, ripple moet je even groot maken. Dus niet 0,2 doen, maar 2 volt ripple. Ja, veel. Klopt. Maar ja, 2 volt ripple voor deze is wel behoorlijk wat, hè. Dan ga je naar 5,6, dan 1,6, 5,6, 1,6. Eigenlijk, sorry, niet 5,6, 1,6. 4,6 en 3,2,6. Dus dan ga je eigenlijk wel behoorlijk op en neer. Dus die 0,2 voor deze is redelijk eigenlijk. Maar als jij natuurlijk een hele grote heb, bijvoorbeeld 100 volt, is 0,2 ripple, misschien is dat een beetje te luxe. Kun je misschien zeggen, nou, 1 volt ripple is ook al prima. Het is afhankelijk van de applicatie nogmaals. Ja, dus hier kunnen we eigenlijk alleen maar hier aan draaien. En als je heel ingewikkelde CP's wil ontwerpen, kun je ook aan de frequentie ook nog wat doen. Dan kun je misschien de frequentie multiplyen. En dan weer terug. En zo heb je het eigenlijk, ja, zo kun je een beetje spelen met de frequentie die je ingooit. Het probleem met zo'n grote condensator is dat die gewoon niet te krijgen is, of is ook heel duur. Nee, het is wel te maken, het is ook wel te krijgen, maar dit is 23 millifarad en soms is het de tolerantie van 30%, daar ga je al nat soms. En het is ook niet handig, want het trekt te veel stroom, etc. Het kan ook bijvoorbeeld andere problemen geven, lekstroom die te groot zijn. Dus dit is... Ja, als je heel duur, ja, als je geld zat hebt, dan kun je misschien wel fantastisch maken, maar het blijft een lastig verhaal. Ja, dus als jij tegen de 400, 500 microfarad gaat, of tegen maar ja, 1 millifarad, zeg maar, even heel grof gezegd, kun je als een maximum beschouwen. Is het erg? Nou, of moet dat? Ja, als het moet, dan moet het. Hè. Ja, ja, dan kun je wel weinig aan doen. Oké? Okay. Goed. Hebben we behoefte aan een pauze of zeggen we van nou, we kunnen gewoon door, we zijn helemaal niet moe. Pauzeren? 5 minuutjes pauzeren? Oké, 5 minuutjes pauzeren dan. Gaan we zo verder. Andere dingen. Goed jongens, we gaan maar weer verder. We gaan maar weer verder. Zijn er een vraag hierover? Rem met een fantastisch heel bord te gebruiken. Heel niet efficiënt hè, dit. Nee, maar heel erg bedankt, Rem. Zoals je kan zien. Het is helemaal niet moeilijk. Eitje. Even kijken of we nog iets hebben dat onduidelijk is voor jullie. Zijn er nog andere dingen? Bepaalde dingen die ik moet herhalen? Geen onduidelijkheden? Ik
Ik heb één vraag. Waar staat die ripple precies voor? Want ik heb wel een getal van het is 0,2 volt, maar wat dat betekent? Voor? Ja. Dat heb ik vorige keer uitgelegd, maar dat kan ik even nog verplichten. Je hebt die signaal. Dit is de V, hier is spanning. Pak even aan de pen. En wel dit circuit. Ik weet nog of je dat kan herinneren. Dit is de diode. De belasting. En de condensator. Wat gebeurt als deze diode zeg maar niet glijdt? Ja, als de niet glijdt, stel je in eerste instantie glijdt hier wel. Dus je hebt hier zeg maar spanning, die is boven 0,7. Daarmee laat jij de condensator op. Tot wat? Tot VS max min VDO. Dus laten we zeggen, als deze 10 volt is, gaat deze op 9,3. Ja? Daarna gaat hij weer terug. Maar als hij terug gaat, dan is dit punt lager dan dat punt. 0,7 is heel laag. Dat betekent eigenlijk dat deze diode is dan niet meer in geleiding. Wat gaat er dan gebeuren? Het is gewoon open netwerk. Dus de condensator gaat zijn lading over de weerstand verliezen. Dat er loopt stroom doorheen, maar dan zakt de spanning ook aan de uitgang. Nou, dat curve die ging zo. Ik weet niet of je dat kan herinneren, die liep zo. Herinner je dit? Ja, dat stuk is mij daar. Ja, dat stukje, dat is rimpel, of rimpel Engels. Ja. Dit stukje. Ja, peak-to-peak rimpel dan. Ah. Dat is de VR. Dat is bijna eruit gelegd. Ja. Ja. Dat had ik me gegeven, 0,2. Maar ik kan ook waardes geven en ik kan zeggen rekentijd. Zo kan het ook. Okay. Mooi, mooi, mooi. Fantastisch. Jullie zijn echt goed. Te goed. Mooi. Even kijken of ik nog iets fantastisch voor jullie heb. Petto, hè? Ja. We zijn eigenlijk al wel wat klaar met het diodeonderwerp. Diodeverhaal. Dus als jullie het goed vinden, kunnen wij gewoon beginnen met de BET. Bipolaire transistor. Zullen we daarmee beginnen? Of zijn er al vragen ook over, nog steeds over de diode? Ik kan nog rustig aan gaan, hoor. Geen probleem. Dus ja, gaan we lekker door. Bipolaire transistor dan. Oké. Jullie vragen. Bipolaire transistor. PET, bipolaire transistor. We gaan door met bipolaire transistor. Ik doe het wel van Engels. Bipolar junction. Ja, de naam zegt het al, bipolar. Wat betekent bipolar? Bipolair. Bipolar. Ja, fantastisch. Dus dat zie je wel in de configuratie ook wel terug. Want we hebben het P1-junctie gehad, dat is de diode. Hoe is dit dan eruit? Dan kun je zeggen, blijkbaar heb je dus twee kanten die de stroom op kan gaan. Ja, dus dan kun je zeggen, oké, hoe ziet het eruit dan? Nou, we hebben de P. We hebben de P en de N, toch? We hebben de blokjes keer nog herinneren, vorige keer, maar ik heb nu drie lagen. Ik heb de N, de P en de N. Dus dat lijken wel drie of twee diodes nu. Eentje zo en eentje zo. Dit is de NPN en het symbool hiervoor is dit. Dus hier zit eigenlijk een klemmetje, hier zit een klemmetje vast en hier zit een klemmetje vast. Dit noemen ze de collector, dat is C, dit noemen ze de emitter en dit noemen ze de basis. Dus eigenlijk is het een BET, een driepolig component. Aan deze komt zeg maar pinnen zaken aansluiten. Dit is de collector, de bovenkant dus. Dit is de emitter hier. Dit is dan de basis. En je hebt niet alleen maar het NP, je hebt ook PNP. Je hebt ook de PNP. Dan begint
weer boven P. En P, dan loopt het zo. Maar die tekenen vaak zo. De reden daarvan is omdat zeg maar, dan de berekening wat makkelijker is en dan de configuratie wat simpeler is. Dan is het de basis, maar dan is dit de emitter. En de emitter zit dus eigenlijk altijd bij de pijl. Let goed op, de pijl gaat hier naar buiten. De pijl gaat hier naar binnen. Dat is het verschil tussen de NP en de PNP. En dit is de collector. Oké? Okay. Dit noemen ze dus een NPN. Dit noemen ze een PNP. Wij zullen voornamelijk eigenlijk uitsluitend over NPN hebben. Maar de uitleg en de toepassing kan heel makkelijk overgeschakeld naar de PNP. Het enige wat je moet doen is de polariteit omzetten. Dat is alles. Dus alles wat hier plus is, van daar naar daar naartoe, moet daar min zijn. Dat is het enige. Deze zaken die kun je gewoon heel makkelijk doen. Als je maar eentje begrijpt, begrijp je die andere. Oké? Okay? Hoe ziet dat eruit nou in CQ en waar eigenlijk heb je dat eigenlijk voor nodig? Nou, je kunt een transistor gebruiken als een schakelaar, simpel, van aan en uit. Je kunt dat gebruiken als een versterker. Wij gaan dat voornamelijk toepassen als een versterker. Maar ook als bijvoorbeeld als jij ergens een bepaalde stroom wilt hebben. Dus bijvoorbeeld een batterij opladen. Of je wilt een ledje laten knipperen of een ledje laten branden, whatever. Dus ik kan hem ook in een DC-configuratie vragen, maar ik kan hem ook in een AC-configuratie vragen, deze transistorcyclus. Ja? Je hebt van die opgaves een oude taams. Kijk maar even, er staat bijvoorbeeld een ontwerp, een circuit. Een circuit is wel gegeven, maar weerstanden zijn onbekend. En dan heb ik bijvoorbeeld een motor, die heeft een bepaalde stroom nodig en een spanning nodig. En die hangt ergens in die transistorschakel. Moet jij de transistorschakeling dus ontwerpen. Alles wat daar onbekend is, moet dus ontworpen worden. Okay? Dus daar gaan we ook naartoe werken. Dus niet alleen maar ingang en uitgang, er moeten bepaalde versterksvakken komen, of 50 keer of zo. Niet alleen dat, maar ook een specifiek stroom op een spanning. Op beide. Oké, hoe gaan we nou eigenlijk hiermee aan de slag? Bijvoorbeeld de transistor, deze transistor, dus we gaan met de NPN aan de slag. We gaan kijken naar de curve, IV-curve. Dus laat ik dit wat groot tekenen hier. Wat groter. Ja? Dus hier hangt een weerstand, dat ga ik hierop zetten. Deze noem ik RC. En daar ga ik een spanning aansluiten. VC. VCC, sorry. VCC. Ja, die is ground, die is ook ground. Verder heb ik hier een weerstand, bijvoorbeeld, dan noem ik RB. En dan hang ik hier ook een spanning, dat noem ik VBW. VBW. Wat gebeurt er nou? Hoe werkt dit nou? Laten we dat simpel bekijken. Okay. Nou, je hebt hier dus een basis. Dit is nog steeds de basis. Dit is nog steeds de collector. Nog steeds de emitter. Dit is niet de collector. Dit is de collector. Er zijn soms mensen die denken van nou, uiterst is de collector. Nee, de collector is niet. Hier op de stroom. Hier hebben we allemaal een DC. En hier loopt dus ten gevolge van deze stroom, loopt hier een andere stroom. En deze stromen zijn aan elkaar gerelateerd. Okay. Nou, de relatie tussen deze en deze, dat is een heel simpel factor, even heel simpel gezegd dan. Maar dat is alleen maar in een beperkt gebied geldig. Okay? Dus als ik de spanning hier vastzet, bijvoorbeeld op 10 volt of zo, en de weerstand is gewoon gegeven, iets van 5 kilo. Dus ik heb deze twee staan hier vast, maar ik ga hier aan draaien en ook deze weerstand is gegeven. Dus ik ga hier aan draaien, maak hier 0,5 volt, 0,6 volt, 0,8 volt, 0,3 volt. En dan ga ik naar 1, 2, 3, 4 zo. Opeens zie ik hier de stroom veranderen. Ja. Maar ik kan ook curve maken op deze manier. Ik kan de spanning hier vastzetten. En ik kan hier aan draaien. Er zijn twee verschillende curves die ik kan maken. Dus wat doen ze dan? Normaal gesproken. Ze zeggen van nou, laat ik het met zwart aangeven. Of je gaat dit sweepen. Sweepen is gewoon zeg maar variëren. En deze vasthouden. Of je houdt deze vast. En je gaat deze sweepen. En dan krijg je een aantal curves. Die ga ik met jullie bespreken. En dan gaan we kijken naar de collector
En met de spanning, die is voor ons interessant. De collector en met de spanning, die is interessant voor ons. En naar de collectorstroom, die twee. Deze twee zaken zijn voor ons interessant. Dit is eigenlijk, als je goed kijkt, van daar naar daar naartoe, dus van de basis naar de emitter, is eigenlijk een diodeovergang. Kijk maar, dus eigenlijk heb je daar die 0,7 volt verhaal weer terug. En dat mogen wij dus ook voor de berekeningen bij de BET dat ook zo aannemen. Dan kun je zeggen, hey, ik heb hier sowieso 0,7 volt verlies. Dus wat betekent eigenlijk? Dat ik aan de ingang moet sowieso meer dan, of gelijk aan, 0,7 wil ik op gang komen. Dus als ik hier 0,4 volt heb, even heel idealistisch, zeg maar de schakelaar is gewoon of aan of uit, dus niet tussenin. Dan kan ik dus eigenlijk geen stroom krijgen. Want ik heb geen spanning die genoeg is. Ja, dus ik heb minimum spanning nodig van 0,7. Bij die andere transistor, de MOSFET, werkt het anders. Daar gaan we naar andere dingen kijken. Daar hebben we het over threshold. En threshold kan veranderen. Dus niet voor elke transistor 0,7. De ene kan 1 volt zijn, de andere kan 2 volt zijn, de andere kan 0,8 volt zijn. Laten we naar de curves kijken. Dan ga ik bijvoorbeeld dit. Even kijken welke ik ga variëren. Ik ga beide variëren, maar zet ik in één curve. Laat ik even zien hoe ik dat doe. Dat is wel een beetje een handige curve. Nou. Hier staat mijn VCE. VCE, dus dat is de collector emitterspanning. En hier staat mijn collectorstroom. Kijken met het blauwe teken wat er gebeurt. Als jij bijvoorbeeld hier een baasstroom hebt van 0 ampère, wat heb je dan aan de collectorstroom? Dat hebben we net gezegd, dus dat betekent als hier 0 ampère doorheen gaat, dat betekent dat ik ook geen stroom kan creëren. Dus dan loopt er eigenlijk een lijn op 0. De rippel van mijn hand die heb ik niet zien. Dat is ook even de condensator die erin zit. Hier heb ik 0. Dus dan eigenlijk bij IB, dus dit is IB1 en dat is gelijk aan 0 ampère. Dan ga ik IB1 veranderen. Hoe verander ik dat? Door de VBB te veranderen. Ja, dus dat kreeg ik op. Bijvoorbeeld, ik maak hier 1 volt van. Zodanig dat hier bijvoorbeeld een bepaalde stroom doorheen gaat. Nou, laten we zeggen dat is 10 microampère loopt daar doorheen. Dus die curve, die loopt dan ietsjes hoger. Want doordat zeg maar hier een stroom gecreëerd wordt van 10 microampère, moet dus hier eigenlijk een stroom lopen die meer dan 0 is. En dat is een bepaalde factor tussen die basisstroom en de collectorstroom. Want die loopt dan hier. Maar hoe loopt het eigenlijk dan precies? Gaat het helemaal zo? Nou, het schijnt dan niet zo te zijn. Het moet op gang komen. Dat op gang komen heeft te maken met een bepaalde minimumspanning. En dan loopt het wel recht. Dit is ook heel erg idealistisch, dat ik hier teken. En dit is dan voor een bepaalde basisstroom. En deze basisstroom noem ik IB2. En die is gelijk, laten we zeggen, 10 microampère. En wat doe ik dan met dit? Ik wil dit op gang komen. Ik wil dit op gang komen hier. Nou, dat is die VCE, wat we noemen SAT. Saturation, verzadiging. Dat is voor de BET ongeveer 0,2 volt. Wat betekent dat eigenlijk? Je moet dus hier ook minimaal 0,2 volt hebben, wil je op gang komen. Dus dit is ook een minimum. Dus deze heeft ook een minimum. En deze heeft ook een minimum. Dus als jij hier 0 volt hebt, gewoon bijvoorbeeld niks of te weinig, en je gaat hier heel mooi stroom injecteren, dan krijg je geen stroom. Dat is ook een bepaalde criterium. Dus je hebt twee dingen nodig. Je hebt eigenlijk twee schakelaars. Hier moet je draaien en hier moet je ook aan draaien. Zodat zeg maar de stroom loopt die je wilt. Het is niet alleen maar hier open en dan gaat het vanzelf. Nee, het is en hier open en daar open. Aan beide kanten. Dat heb je ook bij MOSFET. Dat gaan we beide zien. Oké, dus die curve kan ik nou verder trekken. Nog eentje. Bijvoorbeeld nog een curve zo. Nog een curve. Nog een curve. En nog één. Laten we nog één doen. Ja? En zo kun je bijvoorbeeld continu verschillende basisstromen injecteren en verschillende collectorstromen krijgen.
Maar we hebben eigenlijk hier twee, of eigenlijk drie gebieden. En één van die gebieden is voor ons interessant bij de versterking. Als jij hier bijvoorbeeld een weerstand hebt, dan kun jij aan de uitgang hier een loopje maken. Dat hier op. Ja, van de uitgang zo, een loopje. En dan kun je een belastinglijn tekenen, een loodlijn, belastingslijn. Ja, dus dan gaat het eigenlijk, die lijn gaat zo. Als het ware. Want ik kan gewoon hier een vergelijking opstellen. Wat is die vergelijking? IC is gelijk aan wat? De collectorstroom die hier doorheen gaat, wat is dat? VCC, toch? Min dit, betekent ook dit. Right? Want dat is gewoon de stroom door de weerstand, is deze spanning min deze spanning gedeeld door de weerstand zelf. Dus ik kan zeggen VCC min VCE delen door RC. Ja? Omdat nou dit de I-as is, zoveel I-waarde is, en de VCE is de X-waarde, bij wijze van spreken, heb ik hier, als ik het even wiskundig opschrijf, heb ik hier VCC delen door RC, min 1 gedeeld door RC, keer VCE. En dan heb ik eigenlijk een lineaire lijn die daalt. Kijk maar, gewoon breuken. Dit is dan eigenlijk een vaste waarde, dus hier begint mijn loodlijn, dus eigenlijk dit punt. Dus hier begin ik. Dat is dus VCC delen door RC. En waar eindig ik dan? Ik eindig dan hier, bij wijze van spreken. En dan wanneer dit 0 is, wanneer is dit dan 0? Wanneer is IC 0? Ja? Wanneer VCE gelijk is aan VCC. Ja. Dus dit stukje is dan wanneer dat gelijk aan VCC is. Ja, dus wanneer mijn collector en middenspanning op VCC staat, heb ik eigenlijk dat de stroom 0 is. Dat zie je. Dat is gewoon hier eigenlijk al te zien. Dus ik heb nou hier een formule. Je kan gewoon zeggen bij wiskunde die I is gelijk aan AX plus B. En ik heb nou de B eigenlijk ervoor. En een AX, waarbij de B gelijk is aan VCC delen door RX. En de A is min 1 delen RC. Dat is gewoon wiskunde. Daar zit allemaal heel goed in. Dat voor je neus. Hier even 9 graden. Nou. Daar komt die. Nou had ik over drie gebieden. En een van die gebieden is interessant voor ons. Wat er gebeurt er nou als ik nou bijvoorbeeld, dit is allemaal DC. Als ik nou hier bijvoorbeeld een AC signaal opgooi, gaat het veranderen bijvoorbeeld van 10 micro naar 20, 30, 40. En hij zakt weer naar 20, 10, et cetera. En zo gaat het op en neer. Dat betekent dus, ik ga dus over deze looplijn ga ik op en neer. Dus ik ga gewoon bijvoorbeeld, ik zit één keer hier. Dan zit ik hier. Dan zit ik hier. Maar dan gaan we weer terug. Dus mijn sinus gaat op en neer. En ook mijn stroom gaat op en neer. Maar ik wil niet te hoge amplitude hebben. Want anders kom ik in mijn gebied waar ik dus zeg maar 0 ampère door mijn basisstroom, basisstak heb. Of ik heb dan te weinig waardoor zeg maar de VCE niet genoeg is. Nou, dit gebied noemen ze, zeg maar als je daar verder komt, van dit stukje en verder, dan noemen ze de cut-off uit. Ga ik even hier tekenen. Dus vanaf hier, dat betekent cut-off. Geen cut-off frequentie, maar uit. Ja. En dit gebied, van dit gebied zeg maar en verder, dus als ik het even stel op stippel. Dit gebied, dat noemen ze verzadering, maar ik schrijf het in Engels. Dat noemen ze saturation. En het gebied ertussen, dat noemen ze active. Ja, dat is het actieve gebied. Dus dit stukje is actief. Active. Wij willen in een active gebied zitten, want dat is voor versterking. Dus voor versterking, eigenlijk voor lineaire versterking, moet ik eigenlijk beter zeggen. Dus voor lineaire versterking, want die wil niet lineaire versterken. Ja, dat is dus weer lineair versterken. Dus voor, niet lineair, voor lineaire versterking, moet je in actieve gebied zitten. Okay. Dus als jij nou er buiten zit bij saturation en bij cut-off, dus bij saturation mag je ook wel zitten hoor. Maar dan moet je wel weten dat je dus niet lineair aan het versterken bent.
Dat moet je even in de gaten houden. Je wil aan het versterken, maar dan zul je zien bijvoorbeeld een van de pieken is afgekapt of de onderkant afgekapt. Afhankelijk van de situatie. Dus saturation en cut-off. Heb je niet-lineaire versterking. Dat is niet wat je wilt. Nou, ik heb nu een beginnetje gemaakt, eigenlijk nog niet echt heel heftig aan gerekend. Heel simpel, hier wat aan veranderen, hier wat aan veranderen, dan zie je de curve. Dat noem je dus het is eigenlijk zo'n familie van curves, hè? Want die IB verandert continu, omdat dit verandert. En omdat dit verandert, verandert ook stroom hier doorheen. Dus continu loopt stroom op. En daar is een bepaalde relatie tussen de collectorstroom en de basisstroom. Wat is die relatie? Nou, weer in het lineaire gebied alleen maar, dus in de actieve gebied. Dus dit gebied. Dus in het actieve gebied geldt een simpele relatie tussen de basisstroom en de collectorstroom. De basisstroom, of de collectorstroom geldt door de basisstroom. Dat is gelijk aan een bepaalde factor, dat noemen we beta. Beta, gewoon beta. Zo van die hoek, beta. Beta hier. Als jij een datasheet bekijkt, en daar is het van een transistor, zie je ook wel eens dit. AFE. AFE. Maar dat is gewoon echt een datasheet taal. AFE. Dat zijn de H-parameters. Maar dit is dit. Ja? Je kan zeggen, oké, maar je hebt die basisstroom en de collectorstroom, of basisstroom en de collectorstroom gesproken, maar wat is met die emitterstroom dan? Wat is dat dan voor ding? Nou, kijk maar, als je nou de kiergolf hier netjes toepast, deze twee samen moeten die zijn. Dat is ook zo. Dus de emitterstroom is gelijk aan deze twee samen opgeteld. Dus ik heb de emitterstroom, is gelijk aan basisstroom plus de collectorstroom. Nou, omdat de collectorstroom basisstroom keer de beta is, heb ik hier een emitterstroom. Dat is gelijk aan basisstroom keer de beta keer de basisstroom. Dus hier rolt uit beta plus 1 keer de basisstroom is de emitterstroom. Dus eigenlijk kun je zeggen, emitterstroom gedeeld door de basisstroom is beta plus 1. Dus heb jij nou beta van mij gekregen, 100. Ik ben hier invullen, 101 keer de basisstroom bijvoorbeeld die jij dan hebt. Gekregen of uitgerekend, kun je de emitterstroom uitrekenen. Maar je kunt ook via deze uitrekenen. Want HFE was dit bij. Dit komt uit de datus. Oké? Er zijn niet vragen over. We zijn heel rustig gegaan, we hebben het nog niet rechtelijk besproken. Gewoon, ik heb hier aangedraaid, een beetje hier aangedraaid, ik heb helemaal geen weerstand of whatever gegeven. Geen probleempjes gehad met te hoge of te lage weerstanden. Daar gaan we nog later over hebben. Maar ik heb wel alvast drie gebieden eigenlijk aangegeven. Zoals je kan zien is de transistor een niet-lineair component. Niet zoals een weerstand. Eigenlijk was de diode ook een niet-lineair component, maar we hebben dat gemodelleerd door heel simpel dit te zeggen. Uit naar punt. Dat zeggen we hier ook eigenlijk. We zeggen ja, het is aan vanaf VCE is 0,2 volt. Dat zeggen we heel bruut. Dat is niet zo. En deze curve lopen niet recht, maar die lopen een beetje schuin omhoog. Dus alle dingen die wij hier natuurlijk besproken hebben, zijn nu heel idealistisch. Ja. Dus als je het heel netjes wilt maken, of heel goed wilt ontwerpen, dan moet je natuurlijk weer naar de details kijken. Maar voor de eerste stap is het al goed genoeg, kan ik zo zeggen. En dan gaan we volgende keer over even verder. En dan gaan we dit even uitbreiden. En weer een AC, dus de versterking in de AC-domein, dus de gelijkspanning, of zoals de wisselspanningversterking. Daar gaan we naar kijken. Oké, nou bedankt voor je aandacht. En dan volgende week maandag is geen les. Maar dan hebben we ergens dinsdag of zo les. Of woensdag, ik weet niet precies. Woensdag, ergens geplaatst. Woensdag? Nee, dinsdag. Nee, dinsdag was het woensdag. Oh, woensdag. Ja. Okay. In ieder geval, in het rooster staat het. Ja? Oké, okay, bedankt. Dat was het. Vragen erover? Nog verder? Meer vragen? Geen vragen? Geen vragen? Oké. Okay. Ik hem uit.